We hadden het strakjes over Sinead O'Connor en hoe ze zeg maar, aan het begin van een relatie, als ze net een nieuwe gast heeft ontmoet, hoe ze dan echt alles voor hem doet. En ik denk, dit plaatje heeft natuurlijk ook nog een achterkant. En dat is eigenlijk, dat nummer, ik laat je een stukje horen, dat gaat daar eigenlijk over. Het heet Jump in the River. En het is echt gast. Sinead in optima forma. Ik ken ook. Oh, er zat net trouwens een beetje een lelijke knip in het filmpje. Dat ging iets fout. Ja, dat heb je alles. Yeah.
Nou, dat was wel weer genoeg Sinead, hè. Moet wel leuk blijven natuurlijk. Even kijken, er zijn natuurlijk nog meer heksen en trollen. Is bier trouwens nog lekker? Stop op misschien. Wel een beetje doordoen. Even kijken, we hebben nog... deze die mag niet ontbreken. Carly Simon. Je kent hem vast nog wel. En soms haal ik graag hem gelijk. Kijk eens. Soepjurk met pantoprint. Ik zet er hier even neer. Carly Simon is eigenlijk wel grappig. Emmylou Harris, Kim Carnes, Carly Simon. Allemaal een beetje uit dezelfde periode. Allemaal chansonnières uit de jaren 70, begin jaren 80 nog. En zijn ook een beetje van dezelfde leeftijd, zeg maar. Begin 70, half 70. Behoorlijk wat kilometers op de teller, zullen we zeggen. En deze is grappig. Why is een fantastisch nummer. Het is heel vrolijk. Maar eigenlijk ook best wel treurig. Ik ga je zo meteen wat laten zien. Je zit nu naar mij te kijken. Ik ga je zo meteen een ander stukje YouTube laten zien. Carly Simon, why does your love hurt so much? Het gaat niet best met Carly in dit nummer hoor. En ik ga je zo meteen laten zien hoe je dit zelf in de praktijk brengt. Het plaatje kraakt een beetje. Carly Simon zal het weer op aan. Komt helemaal goed. Simon, schaamteloos op een terras, mannen aan het versieren, mannen die ze waarschijnlijk niet eens kent, en dan gaat ze zitten klagen, why does your love hurt so much? Ik snap het niet hoor, echt, dames, het zal wel. Heks of troll, roept u maar. Yeah.
Action en Trollen is trouwens de eerste seizoen die ik ooit van de molen dronk. Ik vind het echt lekker bier, anders zou ik het ook niet in de thuisblijfkit stoppen natuurlijk. Want ik wil geen vies bier verkopen, dus dat doen we niet. Maar ik heb ook wel eens een andere seizoen op van de molen, de Mean and Green. En dat was een hele leuke, grappige gimmick met, hoe heet het? Dat spinazie in. Het idee was, er stond op de fles, er stond een etiketje op, natuurlijk het etiket van de molen, een stickertje erboven. Daarop stond op, je moet de fles 3 keer zo op en neer doen. En dan moet je de dop eraf halen, daarna dus pas, hè, en het bier inschenken en door die spinazie werd dat bier dan groen. Ik weet nog, ik had 2 flesjes had ik gekocht. Ik denk, nou, dat is lachen. Ik drink er een zelf op en daarna heb ik er nog eentje om te delen. Nam een slok en ik ben echt fan van Brouwerij de Molen. Maar dat was een partij vies. En de spinazie deed het ook niet heel veel goed. Daarmee kwam het gekruiden dat toch al een beetje te overheersend was, nog meer naar voren. En het was allemaal net niet. En die tweede fles, ik weet nog, hebben we hier, zeg maar, waar we nu zijn, dat is, daar ontvangen we wel eens mensen, gewoon vrienden, bekenden, mensen die zij meenemen. En toen kwam een keer een gast, en die vind ik eigenlijk gewoon, kijk, ja, weet je, heb je wel eens bij mensen, vind ik niet zo aardig. Dus ik dacht, weet je wat, jij krijgt van mij iets lekkers, een Mean and Green. Ja, goed, dat was dus de andere seizoen van de molen. We hebben het nu nog steeds over heksen en trollen. We hebben het over chansonnières. En ik heb een Franse gevonden, een Franse chansonnière. Ze heeft het ook weer niet zelf geschreven, dat schijnt een beetje een terugkerend thema te zijn hier. Vanessa Paradis had, toen ze dit nummer opnam, had ze een soepjurk aan, denk maat 128. Geen cowboylaarzen, maar regelaarsje met bloemetjes erop waarschijnlijk. Ik geloof dat ze 14 was. En Jo le Taxi, dit nummer. Dat gaat over een Portugese, zeg ik goed? Ja, een Portugese taxichauffeur in Parijs. Die dame die was gevlucht uit Portugal naar Parijs omdat ze lesbienne was. En dat mocht niet in Portugal. In de jaren 50 was het volgens mij. En in Parijs was dat allemaal niet zo'n probleem. Dus Jo le Taxi, dat was een dame. En natuurlijk, dit is echt typisch zo'n onderwerp waarop je gaat zingen als je 14 bent. Dus Vanessa Paradis, ik zeg, geniet ervan. Thank you.
die trouwens ook wel grappig vinden. Niet leuk om onaardige dingen over mensen te zeggen, maar je moet dus. Zij heeft op zich eigenlijk wel echt super mooi zelfs. Ze is een hele bekende dame en zij bekende mensen. Die laten vaak vinden ze het nodig om zichzelf zo perfect mogelijk over te laten komen. Hè. Je moet appearance is everything. Maar Vanessa Paradis heeft besloten om niks aan de tanden te laten doen. Terwijl iemand anders daar misschien wel voor had gekozen in haar situatie. En op zich allemaal dikke prima, want over mannelijke aandacht heeft ze nooit te klagen gehad volgens mij. Volgens mij ze hebben zelfs en Johnny Depp en Lenny Kravitz een keer hun fiets in die spleet tussen de tanden geparkeerd. Dus nou, dan doe je het eigenlijk best wel prima toch? Ik bedoel, daar gaat het niet om in het leven, maar dat is een leuke bijkomstigheid. Ook een leuke bijkomstigheid trouwens, ik neem nog een slokje. Laatste nummer bij dit bier. Wel een hele goeie trouwens. Ik zet hem vast neer. Nene Cherry. Zeker wel een singer-songwriter. Nene Cherry was vroeger, 1987, 88, misschien wel 89, ik ben een beetje kwijt. Natuurlijk bekend van Buffalo Stance, Manchild, Kisses on the Wind. Haar eerste album, Roll Like Sushi, dat was gewoon hip-hop, hè? Tof. En ze was echt een verschijning, grote kettingen, heel veel haar, echt fantastisch. Later werd het allemaal veel ingetogener. Ze had volgens mij nog een duet met Yoosoon Doer, 7 Seconds en ook dit nummer. I've Got You Under My Skin. Dat is een cover van Cole Porter. Cole Porter was een muzikant, hè, een componist uit lang vervlogen tijden, jaren 40. 30, 40, 50. En Cole Porter viel op mannen. En hij was getrouwd met een vrouw. Eigenlijk omdat toen de tijd was het handiger als je geld wilde verdienen, dat je heteroseksueel was. Hoe treurig dat ook klinkt. Maar goed, Cole Porter, fantastische muziek gemaakt. Een heleboel mooie nummers. Dit nummer, maar ook Night and Day bijvoorbeeld. Waanzinnig. Hoe heet dat? In 1990, zeg ik het goed? 90, 91, ik ben niet altijd even goed in jaartallen. Kwam er een verzamelplaat uit, een tribute aan Cole Porter. En daar brachten allerlei verschillende artiesten die namen een nummer op dat hij had gemaakt. En die plaat die werd verkocht en de opbrengst van die plaat ging naar aidsonderzoek. En Nene Cherry had dit nummer op die plaat gezet. We gaan er gewoon naar luisteren, joh. Genoeg geluld. Tijd voor muziek. En bier.
Fantastische combinatie bleek. Een jaar of, denk, 5 geleden, 6. Alweer heb je een jaartal, hè. De enige en laatste en eerste en waarschijnlijk ooit de keer dat ik Nene Cherry heb gezien of zal zien, was op een bierfestival in Tilburg. Tijdens, dat was op de Heuvel in Tilburg, was een piepklein bierfestivaletje. Ik denk volgens mij 4-5 kraampjes. Tijdens het Incubate Festival. Nou, Incubate, fantastisch festival. Daar kun je nooit meer naartoe, maar het was echt geweldig. Nene Cherry trad daar toen op en ik had ze blijkbaar dorst van gekregen, want ze kwam bier halen. Er stond een vriend te helpen die een brouwerijtje had en hij mocht daar zijn bier gaan verkopen. En we zagen het lopen en ik dacht, kak, ze gaat met de buur iets kopen. Dus eigenlijk, ik nooit meer vergeten. Nene Cherry is bier voor mij en mooi muziek. Bedankt voor het kijken. Dit was bier 1. Zometeen bier 2 van andere brouwerij. Ik ga jullie zien.